Welkom bij de Business Wake-up Call. Voor hoogopgeleide ondernemers die graag meer klanten willen aantrekken. Dit is jouw plek voor het bouwen van een sterk bedrijf vanuit je passie en willen bijdragen aan een betere wereld. Vandaag behandel ik een e-mail die ik heb ontvangen van Kees. En Kees is trainer op het gebied van leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Hij mailt mij dat hij worstelt met zijn acquisitie. En is een onderwerp waar ik echt uren over kan praten, maar nu een kort onderdeel daaruit zal gaan behandelen. Op mijn event op 4 en 5 oktober, dat heet in 5 stappen naar een onweerstaanbaar aanbod, zal ik dieper ingaan op het onderwerp acquisitie. En vertellen hoe je op een sympathieke manier met acquisitie omgaat en hoe je natuurlijk daar goed betalende klanten uithaalt. Oké, het verhaal van Kees. Hij mailde mij dat hij regelmatig gesprekken voert met potentiële klanten. En die gesprekken gaan over zich ook helemaal prima. Hij vindt het alleen lastig om tijdens zijn dat gesprek een aanbod te gaan doen van zijn dienst. Een aanbod doen vindt hij opdringerig overkomen. Want ja, een aanbod doen, dat komt zo verkoperig over, dat mailde hij mij. En daarnaast mailde mij ook dat hij het vervelend vindt dat als hij zijn aanbod eenmaal wel doet, om op zijn tijd toch echt nee te moeten aanhoren. En hij mailde mij ook van ja, geen aanbod doen, dat betekent eigenlijk dat ik geen inkomsten heb, niet genoeg inkomsten heb voor mijn bedrijf. En als je niet genoeg inkomsten hebt voor mijn bedrijf, dan gaat mijn bedrijf dus niet overleven. Dus hoe komt het toch, schrijft hij, dat ik het zo naar vind om aan verkoop te doen? Nou, ik heb hem het volgende antwoord gegeven. Ten eerste, Kees, als je een salesgesprek ingaat, is het niet de bedoeling dat je daarin gaat met het idee van, ha, dan ga ik eens even wat verkopen. Zo werkt het namelijk helemaal niet. Je gaat in en zo'n gesprek in met de gedachtegang van hoe kan ik deze persoon verder helpen? Hoe kan ik ten dienste staan aan deze persoon? Echt, je krenkt helemaal niemand met het doen van een aanbod. En sales is iets wat je voor iemand doet en niet wat je iemand aandoet. Sales heeft te maken met is een methode om anderen te betrekken bij een toekomstig fantastisch resultaat. Zoals in actie komen en dat geweldige resultaat voor henzelf gaan bereiken. Ten tweede, wat er verborgen ligt, er ligt denk ik iets verborgen achter gedrag dat je vertoont. Misschien ben je bang dat je als persoon afgewezen voelt, hè, dat je net nee te horen krijgt. En dat voelt misschien best heftig voor je. Waarschijnlijk voelt het als een enorme pijn die je ervaart. En ik zie vaak dat ondernemers niet gaan doorvragen als een prospect nee zegt. Ze zijn bang voor de afwijzing. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een diep gebordelde pijn die al in ons inzit. We zitten eigenlijk bij ieder mens in, eigenlijk vanaf onze jeugd. Het is de angst voor afwijzing, je niet geliefd voelen, idee hebben dat je je eigen waarde te verliezen. En onbewust weet je dit als mens ook allemaal, dat je die angsten hebt. En die informatie van die angsten ligt in het onbewuste deel van je brein. En daar wil je eigenlijk helemaal niet bewust van worden, van die angsten. Dus daar heeft je brein een oplossing voor bedacht. Je onbewuste deel van je brein zal je bewuste brein willen beschermen. En laat je daardoor juist niet bewust worden van angsten zoals afwijzing en je niet veilig voelen. En meestal zul je ook gaan ontkennen als iemand vraagt van, goh, ben je bang in een gesprek om nee te horen? Ontkennen heel veel mensen dat, omdat ze ook niet bewust zijn van die angst. En je bewustzijn gaat vervolgens het onbewuste gevoel van angst en afwijzing onderdrukken en er verklarende, zogenaamd logische gedachten aan koppelen. Dit is de gedachte van, ik heb gelijk. Het is prima zo, ga maar niet doorvragen, je hebt helemaal gelijk dat je dat niet doet. De behoefte om gelijk te hebben is een enorme kracht die in ieder van ons allemaal zit. Het is zo krachtig dat je niet in actie zal komen en daarom ook bijvoorbeeld je aanbod niet zal doen. Er valt hier natuurlijk heel veel meer over te zeggen. En op 4 of 5 oktober tijdens mijn event zal ik daar zeker dieper op ingaan. Voor nu zou ik je willen vragen
over welke zaken in het leven vind jij dat jij helemaal gelijk hebt? Nou, dat valt geen spel tussen te krijgen. Dat is gewoon echt waar. Dat zou ik heel graag willen horen. Laat ons dat weten. Je kan je feedback, je commentaar geven hieronder deze video. En graag hoor ik van jou waar je denkt helemaal gelijk over te hebben. Wat voor jou het absoluut waar is. En laat het ons weten. En voor nu, tot ziens. En hou van het leven. Hou van je klanten.